Goedemorgen, collega's. Welkom in de commissie Onderwijs, deel 1. En we hebben op de agenda twee resoluties staan. We starten met de resolutie over de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Het is een voorstel van resolutie van meneer De Witte en meneer Dazen. En er is een tweede gelijkaardige resolutie van Vooruit. Ik ga eerst verslaggevers aanduiden voor ik dat weer vergeet. Meneer Danen. Ja, ik zou graag verslaggever zijn, voorzitter. Ja, oké. We noteren meneer Daan als verslaggever. Meneer Laarmans? Ja, ik zou mevrouw Bekkers willen voorstellen. Ja, mevrouw Bekkers. Goed, we hebben twee verslaggevers. Ja, dan ga ik eerst wel meneer De Witte verontschuldigen. Meneer De Witte heeft een kleine ingreep ondergaan en kon er echt niet bij zijn. Vandaag. We gaan in ieder geval in het verslag van de resolutie van Vooruit verwijzen naar zijn resolutie. Hij heeft ook de stemming gevraagd, dus dat zullen we ook doen. Maar dan geef ik graag het woord aan mevrouw Genet. Dank u wel, voorzitter, beste collega's. Blij om nog eens te gast te zijn bij onderwijs. Het is hier altijd gezellig, zelfs als het over een niet zo gezellige problematiek gaat. Namelijk de problematiek van armoede in onderwijs en kinderen wiens schoolkansen gehypothekeerd worden. Niet omwille van hun talenten of omwille van hun interesses, maar wel omwille van de financieel-economische situatie van hun ouders. En gisteren in de plenaire hadden we het over inclusie en zeiden we met een boutade dat de graad van beschaving in een samenleving, in een gemeenschap, dat die kan afgewogen worden aan de zorg voor de zwaksten. En ik denk dat gelijke onderwijskansen de motor bij uitstek kunnen zijn om een armoedespiraal en een armoedeproblematiek te doorbreken. Dus we mogen in ons onderwijs eigenlijk geen enkele drempel opwerpen. Financiële drempel, andere drempel, mentaliteitsdrempel, niet onderkennen van die armoedeproblematiek om jongeren alle kansen te geven. We hebben hoorzittingen gehouden, ik denk ook mede op vraag van onze Vooruit-fractie, met heel wat stakeholders in en rond het onderwijs, zoals de VZW Krijt, maar ook heel wat ervaringsdeskundigen en mensen in armoede. Maar er zijn natuurlijk ook de SONO-onderzoeken met betrekking tot de kostprijs van ons secundair onderwijs. En daar zien we dat de schoolfacturen voor de tweede en de derde graad secundair onderwijs, die opgesplitst worden tussen strikte studiekosten voor het bereiken van de eindtermen, ruimere studiekosten die eigenlijk flankerend zijn, bijvoorbeeld voor schooluitstappen en vervoerskosten, dat die toch wel serieus gestegen zijn de laatste 10 jaar met gemiddeld 9%. En daar willen we natuurlijk iets aan doen. We denken dat het belangrijk is dat er kostenbeheersend wordt gewerkt in scholen en dat er inderdaad geen prijsverschil is of kostprijsverschil tussen dezelfde studierichtingen, maar wel in verschillende scholen. En dat is vandaag, blijkt ook uit de SONO-onderzoeken, nog altijd het geval. Dus je hebt zogenaamde elite-scholen, die in het slechtste geval zelfs de studiekost opdrijven om bepaalde categorieën van jongeren niet aan te trekken. En je hebt scholen die heel erg inzetten op kostenbeheersing. Dus wij willen dat dat niet bepalend is en dat de schoolkeuze van een kind en zeker de keuze van een studierichting 100% bepaald wordt door zijn eigen talenten, interesses en capaciteiten. En waar zien we dat de grootste drempels liggen? In de arbeidsmarktgerichte opleidingen. En laat dat nu net die praktische opleidingen zijn die toeleiden tot de arbeidsmarkt, die kansen genereren, waar ook kinderen met loopbanen in terechtkomen die soms ook al een faalervaring achter de rug hebben. Dus dat zou absoluut niet moeten mogen, dat je geen beenhouwer kan worden of kapper omwille van de hoge studiekosten. Wat stellen wij voor in onze resolutie? Eerst en vooral is het heel belangrijk dat er
transparantie komt in de kostprijs. In de vorige legislatuur hebben we in de codex onderwijs ook laten inschrijven dat het verplicht is om in elk schoolreglement bij het begin van de legislatuur heel transparant de kosten in kaart te brengen, zowel de strikte als de ruime studiekosten. Daar ook bij het begin van het schooljaar maximaal over te communiceren naar de ouders, met mogelijk ook een afbetalingsplan in schijfjes doorheen het hele schooljaar. Dus transparantie is één zaak. Kostenbeheersing, ik zei het al, is een tweede zaak. Nu zie je, en minister Wijs heeft ook al een initiatief genomen om de kostprijs van schoolboeken middels invulboeken die maar één keer kunnen gebruikt worden, om daar toch wel op in te grijpen. Dat is zeker een goede zaak. Maar er is ook nog ruimte voor verbetering, ook met drukwerk, het doorverkopen van boeken. Dat is denk ik belangrijk dat scholen zich daar maximaal van bewust zijn. Ook vervoer en ICT, die kosten zijn de afgelopen 10 jaar serieus opgelopen. Dan heb je wat te doen of wat kan je doen. Laten we zeggen dat in de Vlaamse onderwijsdiscussies de laatste jaren of de laatste 15 jaar 2 scholen ophef maken. De ene school is een school die zegt, kijk, wij willen maximaal aan kostenbeheersing doen aan de bron. En dan heb je een systeem van maximumfactuur nodig. Dat noopt scholen tot omzichtig om omspringen met de beheersbare middelen. En in het basisonderwijs is er in 2008 de maximumfactuur ingevoerd. Tegelijkertijd is er ook een serieuze injectie in de werkingsmiddelen van alle scholen in het basisonderwijs doorgevoerd, want een maximumfactuur mag natuurlijk nooit leiden tot verschraling van het aanbod, bijvoorbeeld ook cultureel, zwemlessen enzovoort. De tweede school, voorzitter, zou ik de school eerder van de schooltoelagen noemen, de automatische toekenning, het optrekken van de schooltoelagen. Daar is de voorbije legislatuur wel een en ander gebeurd, maar wat zie je? Dat voor de tweede graad, de minimumschooltoelage, maar 21% van de reële studiekosten dekt. En een volledige schooltoeslag 83%. In de derde graad is dat nog erger gesteld. Daar zie je dat een minimale toeslag maar 16% van de reële studiekost dekt en een volledige toeslag 74%. Dus je ziet al dat de schooltoelagen, zelfs geoptimaliseerd, dat die onvoldoende kostendekkend zijn en dat die ook natuurlijk geen inhiberend effect hebben op het kostenbeleid van de scholen zelf. Met enige perversie zou je zelfs kunnen denken, wel, een school hoeft niet aan kostenbeheersing te doen. Ze schuift de factuur eigenlijk 2 keer door naar de overheid. 1 keer via de werkingsmiddelen en de tweede keer als kinderen recht hebben op een schooltoelage, via de schooltoelage en de ouders, maar die worden dan gecompenseerd. Dus dit is een suboptimaal systeem dat zeker zijn goede bedoelingen heeft, maar dan niet aan de 2 kanten van het kostenverhaal werkt. Wat zien we dan nog op scholen? Incassobureaus die eigenlijk tot tragische praktijken durven overgaan, waardoor dat de boeken niet worden geleverd als ze niet volledig zijn betaald of als de ouder voor een ander kind in een vorig schooljaar niet tijdig of volledig voor de boeken betaalde. Dus die schrijnende verhalen die zijn natuurlijk uit een boze en we vinden dan ook dat incassobureaus op school geen plek hebben. In de hoorzittingen tot slot, voorzitter, kwamen ook ervaringsdeskundigen aan het woord en zij gaven aan, kijk, belangrijk is ook al het erkennen, het onderkennen van een armoedeproblematiek bij kinderen op school. En vaak zijn inderdaad dan de leerkrachten de eerste aanspreekpunten. Dus ook daar is de vraag om in de opleidingen toch bijzondere aandacht te besteden aan dat armoede-inclusief denken. En als laatste is het pleidooi voor brugfiguren ook niet onbelangrijk om de link tussen onderwijs en welzijn, want onderwijs kan natuurlijk niet alles oplossen en is ook vooral een leeromgeving,
en geen welzijnsomgeving. Dus daar moet ook de link bij het bredere veld gelegd worden. Om concreet onze resolutie toe te lichten, wel, wij pleiten voor een maximumfactuur ook in het secundair onderwijs. We doen dat voor het volledige secundair onderwijs. Maar we zijn er ons terdege van bewust dat het makkelijkst zal gaan als we een trapsgewijze invulling krijgen. Makkelijkst is dat ongetwijfeld in de eerste graad, omdat daar de vaste studiekosten nog normaal gezien relatief uniform moeten zijn, wegens minder verschillende studierichtingen. Maar ook in de tweede en de derde graad denken wij dat het systeem of het instrument van de maximumfactuur de beste garantie biedt om op betaalbaar onderwijs, zoals het ook in onze grondwet staat en waarop wij vinden dat elk kind recht heeft. En ik sluit mij aan bij de inleiding van de voorzitter. Collega Kim de Witt heeft ook mij laten weten dat onze resoluties inhoudelijk 100% sporen en sluit zich dan ook aan bij ja, wat ik nu heb gezegd, maar ook wat in zijn resolutie staat. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Genet, om de resolutie toe te lichten. Dan open ik nu de bespreking en zie ik als eerste meneer Laremans, die wenst dus te komen. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Dank u ook, mevrouw Genet, voor uw inbreng. Eerst en vooral, ja, we gaan uit van het principe, onderwijs is een investering in onze kinderen en in onze toekomst en moet dan ook betaalbaar zijn. Zo'n investering voor de toekomst is belangrijk. In het basisonderwijs heeft men dat goed opgevangen met de maximumfactuur, maar in het secundair onderwijs is dat inderdaad tot hiertoe niet gebeurd, hoewel daar ook aanleiding toe bestaat. En in de resolutie van de collega's staan nu een aantal gemiddelden weergegeven. Ik ga die niet herhalen. Maar in bepaalde studierichtingen van bijvoorbeeld het kunstsecundair onderwijs en de hotelscholen en zo loopt de factuur heel wat verder op. En als Vlaams Belang vinden we het onaanvaardbaar dat jongeren bepaalde studierichtingen zouden vermijden omwille van de hoge studiekost. Maar schoolfacturen durven ook al eens verschillen van school tot school, ongeacht de studierichting. Dezelfde richting kan in de ene school bijvoorbeeld veel duurder zijn dan in de andere. Sommige scholen rekenen bijvoorbeeld extra poetspersoneel door voor de lunch, kiezen zonder nadenken voor duurdere leermiddelen, verplichte aankoop van materialen die je eigenlijk ook zou kunnen huren, of doen vaak excursies en projectdagen om bepaalde eindtermen of andere leerdoelen te realiseren. En ik denk dan bijvoorbeeld aan de interlevensbeschouwelijke competenties die sinds 2015 werden ingevoerd en waarvan leraren denken dat ze dat het best moeten realiseren door allerhande uitstappen naar gebedshuizen zoals moskeeën. Aan de toename van de onbetaalde schoolfacturen zien we dat sommige ouders hierdoor wel in financiële problemen komen. En ook de afgelopen hoorzittingen met armoede-experten hebben de problematiek en de urgentie ter zake nog wel eens duidelijk geschetst. We zijn als Vlaams Belang niet ongevoelig voor de problematiek van gezinnen die het moeilijk hebben om de kosten verbonden aan onderwijs te betalen en we zijn dus de maximumfactuur genegen. Maar we beseffen dat je die niet zomaar kunt kopiëren van de lagere school omwille van de uiteenlopende kosten in vele studierichtingen. En daarom pleiten wij voor een gediversifieerde maximumfactuur per studierichting. Ja, ik weet wel dat de meerderheid daar niet van overtuigd is en dat zij de vrijheid bij de scholen wil laten en dat ouders die het zich financieel niet kunnen permitteren, de duurdere scholen dan maar moeten vermijden. Maar we mogen toch niet vergeten dat de schoolkeuze intussen veel minder vrij is geworden dan vroeger. Nu kun je als ouder vaak niet anders dan meestappen in de digitale aanmeldcarousel, die dan vaak uitdraait op een loterij. En dan moet je maar blij zijn met het plekje dat aan jouw kind wordt toebedeeld, ook al is dat toevallig een duurdere school. Dan zoom ik even in op de resolutie zelf. Ze pleiten allebei voor de invoering van de maximumfactuur in het secundair, maar enkel PvdA voorziet ook een diversifiering, terwijl dat niet zo duidelijk blijkt uit de resolutie van Verhuijt.
die is dan aan de andere kant wel een stuk vollediger en evenwichtiger dan die van de PvdA. Vandaar dat ik aan vooruit toch nog wel een aantal verduidelijkende vragen heb. Ik zie staan, daarom kan een algemene maximumfactuur voor het hele secundair onderwijs verschillen wegwerken tussen dezelfde opleidingen die door verschillende netten worden aangeboden. Dat woord algemeen, hè, slaat dat op het feit dat ze in alle segmenten van het secundair onderwijs worden ingezet, dus ook in het buitengewoon, in DBSO, leren en werken en zo verder, of is dat een niet zo goed gekozen synoniem dan voor het woord uniform, in die zin dat de maximumfactuur dan voor iedere opleiding hetzelfde zou zijn of even hoog zou liggen. Dus dat is ons niet zo duidelijk. Maar we zien dan ook verder in de toelichting, ja, de indieners vragen dat daarvoor een financieel kader wordt uitgetekend. Daarbij moet rekening gehouden worden met de reële kost van een opleiding, zodat de scholen voldoende middelen krijgen om de maximumfactuur te organiseren, zonder dat dit gepaard gaat met een verlies aan kwaliteit of aanbod van opleidingen in het secundair onderwijs. Dat lijkt dan weer in de richting te gaan van differentiëring naar gelang de studierichting. Dus het zou goed zijn, mevrouw Gené, als u zou kunnen bevestigen, willen jullie nu een uniforme maximumfactuur? In de eerste graad zouden we het nog kunnen volgen, omdat daar niet zoveel verschil op zit. Maar je kunt toch moeilijk willen dat iemand die bijvoorbeeld in een fotografierichting zit en nogal duur materiaal nodig heeft, dat allemaal dezelfde prijs is als iemand die in het ASO economie moderne talen volgt. Hè. Dus dan moet je toch wel een duidelijkheid verschaffen. Wij zouden graag willen diversifieren en jullie misschien niet, dus dat is niet helemaal duidelijk. Vandaar dat wij een aantal amendementen hebben ingediend. Voorzitter, is het goed dat ik die ook meteen toelicht of moet ik dat zelfs doen? Nee, u mag zeker die amendementen nu al toelichten. Ja, oké, dus niet zoveel. Dus het eerste amendement is eigenlijk deze, dat we een punt toevoegen dat luidt: deze maximumfactuur in het secundair onderwijs te differentiëren op basis van de opleidingen. Dat lijkt me nogal evident, heeft niet veel toelichting. En dan een tweede zaak, een duidelijk onderscheid te maken tussen de schoolkosten die dienen ter realisatie van de eindtermijn onderwijsdoelen, welke dus onder die maximumfactuur zouden moeten vallen, en extra facultatieve kosten die niet zozeer te maken hebben met het realiseren van de eindtermijn onderwijsdoelen en dus stricto sensu buiten het eigenlijke curriculum vallen en dus niet onderhevig zijn aan de maximumfactuur. Ik verwijs ook naar de lagere school, waar je dus die kosten die echt nodig zijn om de eindtermijn te realiseren, die zijn gratis voor de leerlingen. Ja, dus dat wordt allemaal betaald, terwijl de andere zaken daar buiten vallen en daar mag dan een maximumfactuur op geplakt worden. Dus het is niet geen copy-paste van het lager onderwijs, maar wel een beetje gelijkaardig. Dan een derde element is scholen op te roepen om de extra facultatieve kosten die niet onder die maximumfactuur zouden vallen, om die beperkt te houden. Dat is evident dat ze daar toch een moeite moeten voor doen. Maar ze hebben nog altijd de vrijheid om toch een aantal zaken te organiseren naar eigen goeddunken, met bezoeken en zo verder. En ja, goed, dan moet je daar toch ook wel aan de leerlingen maar dat is denk ik al grotendeels het geval, moet je dus aan de ouders bij het begin van het schooljaar, bij de inschrijving, moet je hen transparant inlichten. En dat is het vierde amendement. Omtrent ten eerste dat de school zich zal houden aan een maximumfactuur en twee dat men toch een raming heeft van wat de kosten zijn die daar buiten zullen vallen. Dus dat zijn eigenlijk onze amendementen die wij zouden willen indienen op de resolutie van vooruit. Dank u wel. Dank u wel, meneer Laremans. Dan geef ik het woord aan mevrouw Tavernier. Dank u wel, voorzitter. Bedankt, collega Genie. Bedankt, collega Laremans. Ja, we zijn als fractie de eerste om te erkennen en te benadrukken dat de belangrijkste taak van het onderwijs erin bestaat om een hefboom te zijn voor de opwaartse sociale mobiliteit, een sociale lift die ervoor zorgt dat de specifieke talenten van elk kind worden gedetecteerd en zich kunnen ontplooien. Onderwijs moet dus de kansenmotor bij uitstek zijn, met gelijke kansen voor elke leerling. Onder geen beding mogen financiële problemen een belemmering vormen voor de schoolkansen van de leerling.
De leden van de oppositie leggen telkens opnieuw de maximumfactuur voor het secundair onderwijs op tafel als de enige zaligmakende oplossing. En onze fractie deelt die visie niet. We gaan ook niet mee in de voorstellen van resolutie die voorliggen, en wel om de volgende redenen. Een argument waar onze fractie al ettelijke keren op heeft gewezen, maar uit het onderwijs weten we natuurlijk dat herhaling nooit kwaad kan, is het feit dat er in het secundair onderwijs enorm veel verscheidenheid is. Je kan moeilijk tegelijkertijd één maximumfactuur hebben voor een zeer specifieke BSO-opleiding en voor algemene ASO-opleidingen. Dus dat probleem stelt zich niet in het basisonderwijs, ja, waar er slechts één structuur is. Voor het secundair onderwijs maakt de grote diversiteit aan studierichtingen en bijhorend studiemateriaal een maximumfactuur dus eigenlijk wel quasi onmogelijk. Een ander belangrijk argument dat ik graag benadruk is dat we waakzaam moeten zijn voor de onbedoelde effecten die zo'n maximumfactuur kan veroorzaken. Als je een maximumfactuur instelt, dreig je de facto de TSO en BSO-opleidingen, waar de kosten nu eenmaal hoger liggen, minder aantrekkelijk te maken. En dat is net het omgekeerde wat we willen bereiken. Ook scholen zullen ook op zoek moeten gaan naar andere inkomsten en zullen zich genoodzaakt voelen om vaker beroep te doen op vrijwilligersinitiatieven en acties, zoals een wafelenbak. En de ervaring leert ons dat het dan telkens dezelfde vrijwilligers zijn die moeten opdraven. En wij vinden dus dat ze geen goed systeem voor het secundair onderwijs. En zo'n invoering van een maximumfactuur dreigt ook een vervlakking en verschraling van het cultuuraanbod op school te veroorzaken, waardoor net kansarme kinderen niet meer in contact zullen komen met bijvoorbeeld theater. Dat gaat volledig in tegen de gelijke kanslogica. Het wegvallen van een aantrekkelijk en divers cultureel aanbod op school zal dus bij uitstek nefaste gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kansarme kinderen. Een derde, maar zeker niet minder belangrijk argument, is dat uit een bevraging van SOMO blijkt dat er erg weinig steun is bij de schooldirecteurs voor de invoering van het systeem van de dubbele maximumfactuur in het secundair onderwijs. Slechts 23% steunt dit idee. Hun redenering berust hoofdzakelijk op dezelfde argumenten die ik net heb aangehaald. En daarom gelooft onze fractie veel sterker in een transparant kostenbeheersend beleid binnen elke school. Dat is niet alleen een realistische en pragmatische aanpak, maar ook een aanpak waarvan in de praktijk wordt bewezen dat die effectief werkt om de schoolrekening betaalbaar te houden en het probleem van onbetaalde schoolfacturen terug te dringen. De N-VA vindt dat er aandacht moet zijn voor een transparante schoolrekening waarbij een gespreide betaling van de schoolkosten mogelijk is. De kosten zo laag mogelijk blijven en de ouders op voorhand weten hoeveel en waarvoor ze moeten betalen. Zo pleiten we ervoor dat alle scholen aan het begin van het schooljaar een kostenraming meegeven. En wanneer er financiële problemen zijn binnen het gezin, is het immers belangrijk dat ouders op voorhand goed weten hoeveel en waarvoor ze moeten betalen. En daarnaast zijn we ook er voorstander van dat scholen gestimuleerd worden om actief te onderhandelen met het oog op groepsaankopen, om schoolkosten zo laag mogelijk te houden en binnen de school te voorzien in een laagdrempelig aanspreekpunt waarmee ouders met betalingsmoeilijkheden in alle discretie in dialoog kunnen gaan. Wij pleiten in het licht van van budgetbeheer en het effectief betalen van een schoolrekening ook voor een samenwerking tussen scholen en de lokale OCME's. Want financiële problemen mogen onder geen enkel beding de pedagogische relatie onder druk zetten. Wat in elk geval hoopgevend is, is de vaststelling dat steeds meer scholen zich bewust zijn van het belang van kostenbeheersing en hier rond zeker inspanningen leveren. Dat resultaat kwam ook uit de bevraging van SONO 2020. En uit de SONO-onderzoeken blijkt bovendien dat de effectieve kosten voor het secundair onderwijs de facto nog altijd even hoog zijn als 10 jaar geleden. Het zijn vooral de vervoerskosten die op sommige plaatsen sterk zijn gestegen, maar die worden niet in de maximumfactuur opgenomen. Dat is toch wel een belangrijke nuancering van het plaatje dat wordt geschetst. Beste collega's, de armoedeproblematiek in het onderwijs is een thema dat N-VA zeer nauw aan het hart ligt. En daarom zijn wij als fractie heel erg dankbaar dat de Vlaamse regering de uitdagingen in dat kader ter harte neemt met tastbare en doeltreffende maatregelen.
Ik denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning die minister Wijs verleent aan VZW Krijt, een organisatie die scholen stimuleert in het voeren van een proactief, kostenbewust schoolbeleid met de nodige waakzaamheid voor zij het die het moeilijk hebben. Het creëren van armoedevaardig schoolpersoneel en het voeren van een heldere communicatie naar ouders toe. Ik denk ook aan de Robin Pas, een initiatief dat minister Wijs ondersteunt om financieel kwetsbare gezinnen te helpen bij de schoolfactuur. De Robin Pas levert maar liefst een viervoudige win op. Het is een win voor de kinderen die vanaf het begin van het schooljaar over al hun boeken beschikken, want het is dikwijls een probleem dat ze dat niet van het begin hebben. Het is ook een win voor de ouders, voor wie de factuur betaalbaar is. Maar het is ook een win voor de scholen en uitgeverijen die hun facturen betaald zien. Ik denk daarnaast aan de werkgroep die minister Wijs onder leiding van Luc de Man aan de slag laat gaan om de kwaliteit van leermiddelen op te krikken en het gebruik van invulboeken terug te dringen. Het is bij die oefening ook de bedoeling om te zorgen voor een positief effect op de prijszetting van leermiddelen. En, want ja, de kosten van schoolboeken blijven immers een belangrijk pijnpunt. En tot slot denk ik ook aan de fundamenteel ingrijpende maatregel van de schooltoelage, die en automatisch toegekend wordt en waarvoor inkomensgrenzen zijn verlaagd. Dat geeft tot gevolg dat het is verhoogd van 120 naar 160 miljoen euro. Dat zijn aanpassingen die effectief en efficiënt zijn in zaken armoedebestrijding. Beste collega's, ik kan niet anders dan besluiten dat we qua verantwoordelijkheid ten aanzien van de armoedeproblematiek beschikken over een heel verantwoordelijke sociale Vlaamse regering. Er worden vandaag al heel veel tastbare en gerichte inspanningen geleverd om te garanderen dat de schoolkansen van leerlingen niet worden gehypothekeerd door de financiële thuissituatie. In het recept van een maximumfactuur in het secundair onderwijs zien wij echter weinig geld. Daarom had de N-VA-fractie niet mee in de voorstellen van de resoluties die vandaag voorleggen. En ook de amendementen van de VB-fractie kunnen wij niet steunen, gezien deze uitgaan van eenzelfde doelstelling, namelijk de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Tavernier. Dan geef ik het woord aan meneer Tane. Ja, dank u wel, voorzitter. Nu, eerst wil ik zeggen dat ik ervan overtuigd ben, ik krijg signalen in die richting, dat al heel veel scholen, ook secundaire scholen, moeite doen om de schoolkosten onder de knie te houden of beperkt te houden. Dat is zeker het geval en ik wil de scholen en de leerkrachten en directies die daarvoor willen zorgen of die daar moeite voor doen, ook van harte bedanken. Maar daarnaast ben ik natuurlijk ook niet blind voor een aantal andere zaken die gebeuren in het onderwijsveld, dat bleek uit de hoorzittingen. Wel, daar stellen we toch wel vast dat heel wat scholen, heel wat secundaire scholen, maar dat is een algemeen maatschappelijk probleem, dat het toch wel heel vaak met een middenklasse bril naar de realiteit wordt bekeken. En dat het armoedeperspectief ook wel vergeten wordt, nu en dan. En dat is inderdaad een probleem. En dat stelden we in der tijd ook al vast in het lager onderwijs. En vandaar dat daar de maximumfactuur wel is ingevoerd en tot een groot succes is ook wel. Want ik stel ook vast dat de meeste directies vandaag niet anders willen dan de maximumfactuur houden in het basisonderwijs. Nu, ik weet natuurlijk wel, het secundair onderwijs is een andere realiteit. Ik kom er zelfs op terug. Maar ik wil dat toch eventjes meegeven dat de weerstand daarvoor vroeger ook groot was, maar eenmaal ingevoerd zag men de voordelen daarvan en vooral ook werd het middenklasseperspectief vaak ook verlaten en werd het armoedeperspectief vaker meegenomen en dat is ook een van de bijkomende voordelen van zo'n maximumfactuur. Nu, een aantal elementen die ik zou willen aangeven waarom wij daar wel voor zijn, al heel lang trouwens. Dat is natuurlijk dat een maximumfactuur zorgt voor transparantie en voorspelbaarheid. En vooral voor mensen in armoede is het van belang dat zij weten wanneer, welke kosten op hun pad komen, dat ze zich daarop kunnen voorbereiden, anticiperen en nodige stappen kunnen nemen om te zorgen dat ze over de voldoende middelen beschikken. Dus dat is heel erg van belang en we stellen vast dat zonder een maximumfactuur die voorspelbaarheid voor een groot stuk achterwege blijft. Dan twee. En dat is misschien het meest fundamentele. Dat is dat we in Vlaanderen toch wel een grote traditie hebben van democratisering van het onderwijs. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat nog rang, nog stand, nog de positie van je ouders of hoeveel geld je hebt, dat je kan gaan studeren wat je wil.
Nu, ik weet natuurlijk wel, die democratisering is niet absoluut, hè, maar er zijn wel heel grote stappen vooruitgezet de laatste decennia. En het zou toch niet mogen zijn dat de financiële positie van je ouders bepaalt wat je wel of niet kan gaan studeren. Vandaar ook dat die makkenfactuur daar het hoofd kan bieden, hè, want dat bepaalt eigenlijk dat wat je ook studeert, dat je daar ongeveer dezelfde kosten voor zal moeten ophoeden. En dat lijkt ons een van de belangrijkste argumenten om te pleiten voor die maximumfactuur in het secundair onderwijs. Dan is er vaak de discussie rond die buitenschoolse activiteiten, of die daar moeten ingenomen worden of niet. Wel, wij als fractie zouden zeggen van eerder wel. Omdat ik krijg ook heel wat meldingen van scholen of van ouders die me laten weten dat bepaalde buitenschoolse activiteiten toch wel buitensporig veel geld kosten. En ik weet wel, zo'n buitenschoolse activiteiten zorgen vaak voor extra teamvorming. Hè. Dat zijn zaken die je nooit vergeet, waar je lang op terugkijkt. Maar het is niet zo dat de kostprijs van zo'n activiteit automatisch zorgt voor een betere kwaliteit. Dus wij zijn ervan overtuigd ook als je naast die maximumfactuur ook een soort indicatie zou kunnen weergeven wat buitenschoolse activiteiten zouden mogen kosten, dat je ook op dat vlak zorgt voor transparantie, voorspelbaarheid en zoek voor een betere betaalbaarheid. Dus om al deze redenen eigenlijk zijn wij voor zo'n maximumfactuur in het secundair onderwijs. En ik wil ook al meegeven dat ik begrepen heb van de vorige spreker dat de meerderheid niet zal meegaan in wat voorligt. Ik vind het jammer. Ik zou dus wel willen bekijken volgend werkjaar op welke manier we stappen vooruit kunnen zetten om de betaalbaarheid van het secundair onderwijs toch wat beter te maken. Omdat we toch wel vaststellen dat er heel grote verschillen ook wel zijn, ook tussen studierichtingen. En nogmaals, het mag toch niet zo zijn dat de betaalbaarheid of de financiële positie van je ouders bepaalt of je een bepaalde studierichting wel of niet aan kan. Zeker niet in het secundair onderwijs. Tot daar mijn toelichting. Dankjewel, meneer Dane. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Dromme. Dankjewel, voorzitter. Dankjewel ook aan alle indieners van de resoluties. Wat onze fractie betreft, denk ik dat we altijd al voorstander geweest zijn om zo weinig mogelijk financiële drempels in te bouwen. Dat elk kind recht heeft op goed onderwijs en dat schoolkeuze of keuze voor een bepaalde richting niet mag afhangen van de financiële middelen van een gezin. We spreken ook graag onze waardering uit voor de inzet van alle scholen, alle directeurs, alle schoolbesturen die er momenteel lopende zijn. En dat zijn er heel veel. Ik denk dat collega Johan Danen er daar pas ook al naar verwees. En dat willen we toch ook wel nog even onderschrijven. Er werd al verwezen naar de grote inspanningen die er al geleverd zijn. En ik verwijs toch ook graag nog een keer naar de aanpassingen die deze legislatuur gebeurd zijn in zaken het groeipakket en de schooltoelages. Als we zien, collega's, dat het aantal kinderen dat naast het basisbedrag recht heeft op een sociale toeslag verdubbeld van 175.000 naar 364.000. En daarnaast zijn er ook nog een keer 150.000 extra kinderen die recht hebben op een schooltoelage. Dan denk ik dat we dat toch niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. En dat dat echt iets is wat een belangrijke stap is in het toegankelijk maken van onderwijs voor elk kind en ervoor zorgen dat de financiële mogelijkheden van ouders niet bepalend zijn of minder bepalend zijn wat de schoolkeuze betreft. Mevrouw Gené, collega Gené, gaf aan dat er twee soorten scholen zijn. De scholen die geloven in de schooltoelage en scholen die geloven in de maximumfactuur. U zal het wellicht mij vergeven dat wij een enerzijds-anderzijds verhaal willen brengen. En wat onze fractie betreft, we lezen de twee resolutievoorstellen en de amendementen eigenlijk wat als alles of niets voorstellen. Want ze stellen de invoering van een maximumfactuur voor, zowel van een scherp maximumfactuur als van een minder scherpe maximumfactuur in alle graden. En ik verwijs graag collega's naar de SONO-kostenmonitor. Er zijn al heel wat argumenten geduid. Gedragenheid binnen de scholen is zeker een issue. Dat zorgt ervoor dat niet iedereen open staat voor die maximumfactuur. Anderzijds is er het gegeven dat het secundair onderwijs, dat we dat niet zomaar kunnen
vergelijken met het basisonderwijs. De diversiteit aan studierichtingen maakt dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Verder hebben we ook de vervoersonkosten. En dat duidt toch collega's en sta mij toe om opnieuw ook het pleidooi te voeren voor de iets landelijke gebieden. Als ik zie wat de kosten zijn voor scholen om bijvoorbeeld leerlingen te laten zwemmen. Scholen die in dorpen gevestigd zijn en moeten gaan zwemmen, dan merk ik dat daar toch ook wel een verschil in zit. Dus de school, de leerling bestaat niet. En toch denk ik dat we het zonneonderzoek goed moeten lezen, collega's. Want als je het leest, dan is het genuanceerder dan wat, wat ik tot nu toe hoorde. Binnen het zonnekostenmonitoronderzoek werd uitdrukkelijk gepleit om een maximumfactuur in de eerste graad en niet in de tweede, en dat was niet het geval in de tweede en de derde graad. Maar collega's, ik denk dat we hier niet over één nacht ijs mogen gaan en dat wat onze fractie betreft we niet kunnen meegaan in de voorstellen die nu op tafel liggen, maar dat we wel in gesprek willen gaan met alle onderwijsactoren. We hebben het pleidooi al menigmaal gevoerd om met de Vlor in overleg te gaan over gelijke kansenbeleid. En ik denk dat we dit ook moeten doen over een piste rond de maximumfactuur in de eerste graad. Anderzijds weten we, collega's, en ik denk dat we heel veel kunnen beloven aan iedereen en dat we Sinterklaas kunnen spelen, maar dat heeft geen zin. We weten dat in de huidige financiële context er keuzes gemaakt moeten worden. Ik heb al verwezen naar de aanpassingen die gebeurd zijn binnen het groeipakket en de schooltoelagen. We weten ook, we hebben dat geleerd ook uit de invoering van de maximumfactuur in het basisonderwijs, dat dat echt wel handenvol geld kost. Als je weet dat de maximumfactuur in het basisonderwijs gepaard is gegaan met een verhoging van de werkingsmiddelen van 56 miljoen euro, dan denk ik dat we daar heel goed moeten over nadenken hoe dat we dat doen, wat we precies doen. En zoals ik al zei, het is niet dat er niets gebeurt. Want we vinden met onze fractie, met de CD&V-fractie, dat gelijke kansen voor elk kind zeer belangrijk zijn. Ook het onderzoek dat lopende is, of dat gaande is rond de differentiëring van de schooltoelagen. Mevrouw Genie gaf aan dat de aanpassingen aan het groeipakket eigenlijk een suboptimale oplossing zijn. Ik denk dat we verder moeten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om die schooltoelagen aan te passen aan de verschillende studierichtingen. Daarnaast pleiten we natuurlijk ook om altijd verder in te zetten op die kostenbeheersing. Ik gaf het al aan, heel veel scholen zijn al heel goed bezig. Het delen van goede voorbeelden, het voorzien van gespreide betalingen, het dialoog en het in dialoog treden met ouders met betalingsmoeilijkheden en collega's. Dit is niet echt het onderwerp van deze resoluties. Maar toch denk ik dat we er alles moeten aan doen om leerkrachten en scholen armoede bewust te maken. We hebben daar mooie voorbeelden van gehoord. Zelf geloven wij ook heel sterk in het verhaal van de brugfiguren. En ik volg de collega's die daarop willen inzetten ook heel sterk en geloof dat we over welzijn en onderwijs bruggen moeten bouwen om daarop in te gaan. Ook het verhaal van de ethische code die opgesteld wordt, waar nagedacht wordt over het gebruik van handboeken en onderwijssoftware, denk ik, is een goede stap in de richting. Zoals u hoort, is dit een betoog van zorgen die we delen omtrent goed onderwijs voor elk kind, maar gaan we dit toch niet goedkeuren omwille van de vele redenen die opgezond zijn. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan meneer Ongena. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goedemorgen, collega's. We hebben de resoluties ook met veel interesse gelezen en ik zal elke spanning meteen wegnemen, collega's. We gaan ze ook niet goedkeuren. De reden is, voor alle duidelijkheid, ik denk we allemaal eenzelfde intentie hebben. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht zijn financiële draagkracht, zijn financiële achtergrond, toch maximaal onderwijskansen kan krijgen? Daar denk ik, zijn we het allemaal over eens. Alleen is de vraag, hoe bereik je dat? En dan, om een beeld te gebruiken, heb je twee manieren. Ofwel verlaag je het plafond van de kamer voor iedereen, waardoor we allemaal wat moeten bukken. Ofwel zorg je ervoor dat zij die niet zo hoog geraken, dat we hen een ladder geven. En ik denk het systeem van een maximumfactuur is het eerste.
we gaan het plafond voor iedereen verlagen en dat lijkt ons geen goede optie. Wij geloven veel meer in de ladderoptie, zorgen dat we mensen helpen om hoger op te geraken. En waarom is het plafond, het verlagen van het plafond, geen goed idee? Omdat er tal van argumenten zijn en de collega's Tavernier en Van Drommen hebben daar natuurlijk ook al enkele opgesomd. Ik ga proberen ze niet te veel te herhalen, maar het zijn wel sterke argumenten om die weg niet te gaan bewandelen. Ik som er enkele op. Secundair onderwijs is sowieso al een pak moeilijker om een maximumfactuur te gaan bepalen. Al veel is al naar verwezen, de verscheidenheid aan opleidingen, dus toch al niet zo evident. We vrezen ook dat als je dat doet, het aanbod gaat verschralen. We denken of we vrezen dat scholen zelfs in functie van die maximumfactuur zaken gaan afbouwen of zelfs minder gaan investeren in bepaalde opleidingen. En misschien zelfs in beroeps- en technische opleidingen, terwijl dat we die denk ik juist meer en meer nodig hebben. Dus we vrezen daar toch wel wat nefaste gevolgen. Ja, we verwijzen ook naar de ervaringen uit de maximumfactuur in het basisonderwijs, hè, waar dat je ook ziet dat de daguitstappen en de meerdaagse uitstappen met 10% zijn gedaald. Is het dat dat we willen? Namelijk dat er dan minder uitstappen zijn, minder mogelijkheden om de kennis te verruimen buiten de schoolmuren. Ik weet niet of dat een goede evolutie is. We vrezen ook dat als je dat nu gaat invoeren, dat, en het wordt eigenlijk ook bevestigd door de indieners, dat dat een grote impact gaat hebben op de schoolorganisatie. Ja, op het moment dat zeker die secundaire scholen toch al in een volle transformatie zitten. Verwijst naar de grote hervormingen die daar nu lopende zijn. Ja, er is ook al naar verwezen. We merken ook dat er toch op het veld bij de directies heel weinig steun is. 23,1% steunt het idee en eigenlijk 60% is er gewoon ronduit tegen. Bovendien ja, weten we ook niet goed of het probleem van de kosten nu dusdanig groot aan het worden is. Integendeel. Blijkt dat eigenlijk de kosten in de tweede graad gestagneerd zijn ten opzichte van 2006, 2007. Dus de vraag is er nu echt zo'n grote stijging van kosten waardoor dat we zo'n dergelijke drastische maatregel zouden moeten nemen? We denken van niet, ook omdat er ook al regelingen bestaan. Hè. In bijna 88% van de secundaire scholen wordt vandaag al een speciale tegemoetkoming voorzien voor ouders met betalingsmoeilijkheden. En ongeveer 72% van de scholen zorgen voor speciale regelingen wanneer leerlingen niet aan activiteiten kunnen deelnemen omwille van financiële redenen. Kortom, het zijn enkele argumenten die maken dat het verlagen van het plafondscenario voor ons echt geen goed idee is. En wij geloven dus meer in het ladderscenario, als ik het zo mag noemen. En dat gebeurt ook vandaag. Hè. Ook daar hebben de collega's al naar verwezen. Schoolfacturen kan je sinds 1 september 2019... gespreid betalen, zodat leerlingen vanaf 1 september allemaal hun boeken hebben, dat daar ook geen enkel probleem zich op dat vlak meer manifesteert. Je hebt de nieuwe schooltoelagen, heel terecht naar verwezen al door de collega's, die en automatisch toegekend wordt en waarvoor ook de inkomensgrenzen zijn verlaagd en daardoor ook het budget van 120 miljoen is gestegen naar 160 miljoen euro. Ik denk dat dat nog het mooiste voorbeeld is van een ladder die we aanreiken. Als je financiële problemen hebt, dan komen we u voor de schooltoelagen, gaan we dat probleem oplossen. Gaan we zorgen dat we die ladder geven. Er zijn ook andere initiatieven, de Robin-pas, waarbij 20.000 kwetsbare leerlingen worden ondersteund. Je hebt ook inzet op kostenbeheersing. Er is al naar verwezen dat de VZW krijt die 300.000 euro krijgt. Ook het idee dat leerlingen in opleiding bewuster worden gemaakt van het probleem van armoede. Hè, een project van de Koning Boudewijn Stichting Kleinere Kinderen, Grote Kansen, waar leraars in opleiding een soort tweede leerkracht fungeren en meelopen met een bestaande leerkracht, ook in een diverse en een stedelijke context. Er is ook de werkgroep die de handboeken en de digitale leermiddelen grondig en kritisch aan het doorlichten is, omdat we weten natuurlijk dat die leerboeken de hoogste kost betekenen. En tenslotte, de digisprong, ook al heel veel over gezegd in deze commissie, kan je ook niet naast kijken, omdat natuurlijk ook ICT-materiaal altijd werd aangegeven als een van de grootste prioriteiten waaraan gewerkt moest worden. Er zijn misschien nog andere initiatieven mogelijk. Ik denk dat we nog veel meer de kaart kunnen trekken van kostenbeheersing via groepsaankopen. Misschien zelfs over de netten heen. Ik denk dat daar eens moet naar gekeken worden, dat we op die manier ook wel wat kosten kunnen besparen. En ik denk dat ook de samenwerking met sectoren en sectorale opleidingsfondsen
Het is ook iets dat regelmatig terugkomt. Moeten we misschien ook eens zien of we daar wat meer intens kunnen, die samenwerking kunnen intensifiëren. Kortom, ik denk dat dat de juiste weg is. De weg van geef mensen die het moeilijk hebben, financieel moeilijk hebben, geef hen ladders, geef hen ondersteuning, zodat ze op die manier hoger geraken in plaats van het plafond voor iedereen te gaan verlagen. Want dat gaat, hoe dat je draait of keert, de kwaliteit van ons onderwijs onder druk zetten. En laat ons eerlijk zijn, collega's, die kwaliteit van het onderwijs, daar hebben we al verschillende alarmsignalen over ontvangen. Ik denk dat we dus zeer voorzichtig moeten zijn met maatregelen die dat nog verder onder druk kunnen zetten. Kortom, goede poging, dank voor de resolutie, maar wij kunnen echt niet meegaan. Dankjewel, meneer Ongena. Zijn er nog verdere tussenkomsten? Nee, ik heb nog een aantal vragen gehoord voor mevrouw Genet, dus ik geef haar graag terug het woord. Dank u, voorzitter, en dank ook aan alle collega's voor de uitgebreide replieken. De ene al wat aangenamer om te horen dan de andere, natuurlijk. Het is natuurlijk geen nieuwe discussie, hè. Daar is iedereen het over eens. En iedereen zegt ook, wel, we vinden dat de herkomst of waar je wieg staat nooit bepalend mag zijn voor je kansen in het onderwijs. En er zijn inderdaad al een aantal instrumenten die ingezet worden en die werken, maar de meeste werken suboptimaal. Ik verwees er naar ook in mijn inleiding, zoals de schooltoelagen automatiseren en de inkomensgrens van de ouders aanpassen. Dat is goed, beter dan voordien. Maar het is nog niet goed genoeg als we die gelijke kansen en die gelijke toegang tot alle studierichtingen willen garanderen. Dus ik denk dat het nuanceverhaal, dat wij daar perfect in kunnen meegaan vanuit vooruit. Je kan niet met één instrument of met één vingerknip armoede op school bannen. Dat is onmogelijk, omdat armoede een maatschappelijk fenomeen is dat dan ook zijn weg vindt naar het onderwijs. En wij willen eigenlijk die spiraal doorbreken. Als er één plek is in onze samenleving waar die armoede niet bepalend mag zijn voor je kansen, dan vinden wij dat we moeten beginnen in het onderwijs, in onze kinderopvang, waar we eigenlijk kinderen nog kunnen vastpakken, kunnen vormen en kansen geven. En vandaar dat wij ook blijven zeggen dat elke financiële drempel in zaken school- en studiekeuze moet gebannen worden. En vandaar inderdaad herhaalde vraag om een maximumfactuur in te voeren. En uiteraard heb ik begrip voor de complexiteit en de manier waarop we dat dan best ontwerpen, zal ik zeggen. Maar eerst en vooral iets over draagvlak. Sommige collega's hebben verwezen naar het gebrek aan draagvlak voor het instrument van de maximumfactuur in het secundair onderwijs of bij sommige directies. Ja, ik snap dat op een manier wel, want die directies zijn bang dat misschien aan de ene kant een regeling voor een maximumfactuur wordt uitgevaardigd, maar als daar aan de andere kant geen extra werkingsmiddelen tegenover staan, dan dreigt dat die directies en die leerkrachten het werken onmogelijk te maken. Vandaar ons pleidooi, de maximumfactuur invoeren kan nooit zonder het upgraden en investeren in extra werkingsmiddelen voor scholen. Dat hebben we inderdaad, zoals collega Van Drommen zei, ook gedaan voor het basisonderwijs. En we zouden dat gradueel ook willen doen voor het secundair onderwijs. Ik heb begrepen dat de meerderheidsfracties onze resolutie niet gaan goedkeuren, maar ik dank toch alvast de CD&V voor de openheid om naar een maximumfactuur in de eerste graad te gaan. En het is inderdaad zo, collega's, dat dat voor de eerste graad waarschijnlijk veel makkelijker zal zijn, omdat die eerste graad, het basisaanbod, is vrij breed. En dan zal je inderdaad, naar analogie van de maximumfactuur in het basisonderwijs, makkelijk met een uniform bedrag kunnen werken. Waar dat veel moeilijker is, en dat hebben wij ook erkend, ook in onze toelichting, is in de tweede en de derde graad. Omdat daar natuurlijk de studiekosten verschillen, veel meer verschillen, afhankelijk van de studiekeuze en de studierichting. Vandaar dat wij inderdaad, en dan antwoord ik op de collega van Vlaams Belang, wij pleiten, als we over een algemene maximumfactuur spreken wij over een maximumfactuur overal, in alle onderwijsvormen, maar niet uniform, omdat de studiekosten verschillen en de kostprijs van een opleiding ook voor de school verschillend is. Dus wij zijn geen voorstander
behalve in de eerste graad, om overal hetzelfde bedrag in te voeren, maar wel de reële kost van de opleiding in rekening te brengen en dan de maximumfactuur daar gedifferentieerd aan te passen. Dus dat ondervangt, denk ik al, een van de amendementen die het Vlaams Belang had voorgesteld. Wat wij wel interessant vinden en waar wij zeker ook voor openstaan in de uitwerking van de modaliteiten van zo'n maximumfactuur, is een onderscheid tussen de strikte onderwijsdoelen en de ruimere studiekost. Dus ik denk dat als we naar een maximumfactuur gaan, dat we dat ook in stapjes moeten doen om het ook financieel, budgetair haalbaar te maken, zoals vele van onze collega's terecht hebben aangehaald. En die transparante communicatie, ook dat is evident. Dat staat trouwens al in de codex onderwijs, dat elk schoolreglement moet transparante studiekosten voorzien bij het begin van het schooljaar en ook een afbetalingsplan doorheen de loop van het schooljaar moet voorzien voor de ouders. Ik denk dat ik veel van de opmerkingen van de collega's heb ondervangen. En ik juich ook toe dat de VZW Krijt, die inderdaad een fusie is van STOS en SOS Schulden op School, die al jaren gefinancierd worden door de Vlaamse overheid, dat een goede zaak is, dat die steun uiteraard verder loopt. Maar het financieren van VZW's die bezig zijn met bewustmaking van de armoedeproblematiek op school is één zaak. Maar zij zijn de kanaries in de koolmijn. Hè. Zij signaleren de problematiek ook aan het beleid, ook aan schooldirecties, inrichtende machten en leerkrachten. Maar ja, net zoals met de kanarie, die signaleert wel, maar die voorkomt de mogelijke instorting van de mijn niet. Dus hier zeggen wij heel luid en duidelijk, naast het hele brede aanbod dat er nu al is naar scholen, directies en ouders, om de armoedeproblematiek op de agenda te zetten. Wij steunen die, wij doen daar geen enkele afbreuk aan, maar wij denken dat er een bijkomend instrument nodig is. En dat is inderdaad die maximumfactuur. Ook in het secundair laten we beginnen bij de invoering in de bredere eerste graad. Ik denk dat weinig technische problemen zal opleveren en dat we heel veel jonge mensen en hun ouders hiermee in dienst bewijzen om, ik zeg het nogmaals, geen enkele schoolkans en geen enkel talent te hypothekeren of verloren te laten gaan. Dus collega's, denk nog eens goed na en steun eventueel mee. Dankjewel mevrouw Genie voor de verdere toelichting en het beantwoorden van de vragen. Ik zag ook even het handje van meneer Dane. Meneer Dane, uw handje is terug weg. Wenst u nog tussen te komen? Of? Nee. Oké, dan geef ik het woord aan meneer Daniels. Ja, collega's, ik was gisteren in de plenaire en vandaag hier en dan ook de debatten die we gehad hebben over de begroting. En ik vat even de voorstellen van vooruit en een aantal oppositiepartijen samen. Werkingsmiddelen, scholen moeten stevig omhoog. Leersteun moet stevig meer geld naartoe. Sociale huisvesting moet stevig veel meer geld naartoe. Groeipakket moet stevig veel meer geld naartoe. Invoeren van maximumfactuur wil zeggen meer werkingsmiddelen. Allee, ik wil wel, collega's, maar dan moet er ook bij zeggen dat je veel meer belastingen wilt voor de mensen. Dan moet je dat er ook bij zeggen. En als ik gewoon de optelling maak van 2 dagen, voorstellen vanuit de oppositie en vooruit, dan kan ik alleen maar tot die conclusie komen. Zeg dat dan ook tegen de mensen. Wees dan ook zo eerlijk om dat te zeggen, collega's van vooruit. Dat is 1. 2, ja, als die maximumfactuur invoeren allemaal zo gemakkelijk was, in eender welk niveau, op eender welk moment, ja, dan denk ik dat voorgaande ministers van onderwijs dat allicht wel gedaan hadden. Ja, dat als dat allemaal zo makkelijk was om dat in te voeren, dan was dat wel gebeurd. Maar dat is niet. Hè. Niet voorgaande, en ik spreek dan over heel wat ministers. En wat er gebeurd is in het basisonderwijs,
denk ik, is toch van een iets andere aard van secundair. Ik hoorde net trouwens nog iemand zeggen, ik denk dat mevrouw Genee was, de brede eerste graad, ja, die is er niet. Hè. Ik wil er toch nog even op wijzen, omdat de leerlingen kiezen wel degelijk in het tweede jaar een basisoptie. En die basisopties die verschillen. Hè. Dus we gaan dan sowieso verschillen die. Hè. Dat is niet allemaal hetzelfde. Integendeel zelfs. En dan drie, ja, ik denk dat het spoor waarop de minister en deze regering van N-VA, CD&V, N-VLD opwerkt. Ik denk dat dat een goed spoor is. Zijn inderdaad naar die leermiddelen kijken. De zogenaamde invulboeken, maar het wordt tot het is niet alleen de invulboeken, maar de leermiddelen. Hoe gebruiken we die? Waar gebruiken we die? Hoe zetten we die in? Terechte kritische vragen van ouders over halve en hele invulboeken die die de vuilbak ingaan, die niet worden ingevuld of die niet kunnen doorverkocht worden. Ik denk dat dat een zeer goed initiatief is van minister Weitz om daarmee te gaan. Twee krijt die inderdaad met scholen aan de slag gaan om te zien hoe dat ze dat op een goede manier kunnen aanpakken zonder een verschraling, want dat is hier door velen al gezegd, maar inderdaad op een wijze manier op het bepalen van de schoolkosten en dergelijke. Dus ik denk dat we op dat pad zeker verder moeten gaan. Absoluut, daar is de minister ook mee bezig, samen met de Vlaamse regering. Maar ik denk dat inderdaad de zogenaamde makkelijke oefening van de MAF, van de maximumfactuur, is denk ik, spreekt makkelijk uit. Maar ik hoor daar toch nergens bij alle andere dingen die ik deze week ook al heb gehoord, de laatste twee dagen, collega Genier, vanuit uw partij, hoor ik nergens van. En waar gaan we dat dan halen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Daniels. Meneer Laarmans. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Nog heel kort. Ik ben blij dat ik mevrouw Van Dromme toch een opening heb horen laten in verband met eventuele bespreking van een maximumfactuur of gedifferentieerde maximumfactuur in de eerste graad. Dat lijkt me inderdaad een piste die het onderzoeken waard is. Dan, ja, meneer Daniels zegt, ja, jullie willen meer geld voor dit en voor dat. Ja, natuurlijk, omdat we vinden dat dat een terechte investering is in ons onderwijs en eventueel sociale huisvesting en zo verder waar nodig. Ja, waar moet het geld vandaan komen? Ja, wij zouden dan natuurlijk niet op dezelfde manier gaan doen als Vooruit en PvdA, je weet dat zeer goed. Enerzijds heb je de massale geldtransfer naar Wallonië, maar dat valt natuurlijk buiten de scope hier. Maar als Vlaams parlement heeft natuurlijk enorm veel subsidies waarop bezuinigd zou kunnen worden. Dat is een discussie die in de begrotingscommissie moet gevoerd worden. Maar de hele affaire van mevrouw El Kawakibi heeft er toch wel op gewezen dat er daar toch nog wel wat geld te rapen valt dat nuttiger kan besteed worden. En dan, ja, mevrouw Genee, u zei dan, ja, het staat al in het schoolreglement, dat is wel waar, maar niet elke ouder leest dat hele reglement aandachtig door. En ik vind wel belangrijk dat dat bij de inschrijving meteen als een essentieel onderdeel wordt vermeld aan de nieuwe inschrijvers, dat ze goed weten waar ze aan toe zijn. En dat is iets wat een beetje voor sommigen dan toch wel als een verrassing nog komt. Vandaar dat we dat ook nog expliciet wilden in het amendement zetten. Dank u. Dank u wel, meneer Laremans. Mevrouw Genie. Mevrouw Genie, ik denk dat uw micro niet aanstaat. Ja, nu zou het moeten lukken. Excuseer. Toch nog even repliceren op collega Daniels, goede collega Daniels. Wat is nu eigenlijk? Je zegt, ja, als het makkelijk was, hadden we het wel gedaan. Maar eigenlijk heb ik collega Tavernier en anderen horen zeggen, ja, wij willen het gewoon niet. Dus uiteindelijk is het allemaal een kwestie van keuzes maken en in de lijn van ambitieus zijn plus uit dan hoe, denk ik dat we dat wel moeten doen. Ook dat laatste instrument gebruiken om die armoedeproblematiek op scholen, om die te kanaliseren en om geen kansen te beperken. Dus ik denk, als we beginnen met de eerste graad secundair, ik heb niet gesproken over een brede eerste graad, maar wel bredere dan in de tweede en de derde graad. En ik hoor toch ook coalitiepartners CD&V zeggen van, ja, eigenlijk willen we daar wel
aan? Willen we daar wel over spreken? En gaan we dat doen in overleg met alle onderwijsactoren en alle stakeholders, zodat dat draagvlak tot stand kan komen? En tot slot, ja, uiteraard is het allemaal een kwestie van prioriteiten stellen, hè, ook in de uitgaven. Maar u weet dat bij een brede Vlaamse heroverweging ongetwijfeld zal blijken dat er hier en daar nog wat vet op de soep zit in onze uitgaven, zeker in Vlaanderen, maar dat dat zeker niet het geval zou zijn in onderwijs en dat dat het slechtste idee is om daarop te besparen, ook al als we ons uit deze gigantische coronacrisis willen emanciperen, dan zullen we moeten investeren in opleiding, in vorming vanaf bij de start. En dan is een maximumfactuur daar zeker een zeer waardevolle investering. Dankjewel, mevrouw Genie. Zijn er nog collega's die wensen tussen te komen of beëindigen we de bespreking? Ja, ik denk dat de bespreking is afgerond en dat we kunnen overgaan tot de stemming. Collega's, we gaan dus eerst stemmen over het voorstel van de resolutie van de PvdA. Die hebben hun voorstel niet kunnen toelichten. Daar heb ik in het begin van de vergadering gezegd. Maar ze vragen wel de stemming. Dus voor, tegen of onthouding het voorstel van de PvdA. Meneer Koel. Tegen. Meneer Daniels. Tegen. Mevrouw Krekels. Tegen. Mevrouw Tavernier. Tegen. Mevrouw Bekkers. Voor. Meneer Laarmans. Voor. Meneer Slagmulder. Voor. Meneer Proens. Tegen. Mevrouw Van Dromme. Tegen. Meneer De Gucht. Tegen. Meneer Ongena. Tegen. Meneer Danen. Voor. Mevrouw Meuleman. Die was er net nog. Ja, voor, ja. Sorry. Oké. Okay. Mevrouw Genee. Voor. Ja, en ikzelf ben tegen. Dan is bij deze de resolutie van de PvdA verworpen. Dan gaan we naar de tweede. Nee, dan gaan we nu eerst stemmen over de amendementen van het Vlaams Belang op het voorstel van de resolutie van Vooruit. Dus we stemmen over het eerste amendement van Vlaams Belang. Meneer Koen. Tegen. Meneer Daniels. Tegen. Mevrouw Krekels. Tegen. Mevrouw Tavernier. Tegen. Mevrouw Bekkers. Voor. Meneer Laremans. Voor. Meneer Slagmulder. Voor. Meneer Broens. Tegen. Mevrouw Van Dromme. Tegen. Meneer De Gucht. Tegen. Meneer Ongena. Tegen. Meneer Dane. Tegen. Mevrouw Meuleman. Tegen. Mevrouw Genee. Tegen. En ik ben zelf ook tegen. Tweede amendement, zelfde stemming. Ja. 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 Derde amendement, zelfde stemming. Ja. Ja. Vierde amendement, zelfde stemming. Ja. Ja. Oké, okay, dan zijn we deze de amendementen verworpen. Dan gaan we nu stemmen over, over de resolutie van Vooruit als een geheel. Stemmen we dus voor de resolutie van Vooruit. Meneer Koel. Tegen. Meneer Daniels. Tegen. Mevrouw Krekels. Tegen. Mevrouw Tavernier. Tegen. Mevrouw Bekkers. Voor. Meneer Laremans. Voor, denk ik. Meneer Slagmulder. Voor. Meneer Broens. Tegen. Mevrouw Van Dromme. Tegen. Meneer De Gucht. Tegen. Meneer Ongena. Tegen. Meneer Danen. Voor. Mevrouw Meuleman. Voor. Mevrouw Genee. Voor. Ja, en ik ben zelf tegen. Dan is bij deze de resolutie. Hebben jullie mij... Ik stond op een mute opeens. Ah ja, oké. Okay. Jullie hebben toch gehoord, want jullie hebben allemaal voor en tegen gestemd. Dus het zal wel in orde zijn. Dan gaan we over naar het tweede voorstel van resolutie. Een resolutie van mevrouw Meuleman, meneer Dane en meneer Van Eekhout over de extra inspanningen die nodig zijn om voor een betere luchtkwaliteit in de school te zorgen als die na de zomervakantie opnieuw opengaan. En ik begin eerst met het aanduiden van... Slaggever.
Meneer Daniels? Ja, ik stel graag collega Koel voor. Ja, ik zag ook het handje van mevrouw Gené. U bent kandidaat? Ja. En mevrouw Beckers? Ik zou graag meneer Laremans voorstellen. Meneer Laremans. En dan zie ik ook nog mevrouw Van Dromme. Ik stel meneer Groens voor. Ja, oké. 4 verslaggevers voor de resolutie. Dan geef ik graag het woord aan de indieners. En ik denk dat dat mevrouw Meuleman is. Ja. Inderdaad, mevrouw de voorzitter. Met zoveel verslaggevers, ik denk dat dat het belang aantoont van de resolutie. Het is nogthans niet zo'n uitgebreide resolutie, maar ik ben tevreden dat de verslaggeving zeer goed zal verlopen. Collega's, ik ben er mij van bewust dat we gisteren een resolutie hebben goedgekeurd over ventilatie en filtratie in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Een zeer goede resolutie, die we met onze fractie ook absoluut ondersteund hebben. Dat is absoluut een heel goede stap in de juiste richting om inderdaad de problematiek rond ventilatie de aandacht te geven die hij verdient en de ondersteuning ook om ervoor te zorgen dat die luchtkwaliteit toch wel beter wordt in onze op zijn publieke instellingen, maar ook veel breder dan dat. Maar toch willen wij graag nog een stapje verder gaan. En dat doen we met deze resolutie, die heel specifiek op het onderwijs gericht is. Er is een deeltje onderwijs ook meegenomen in de algemene resolutie. Maar wat we daar lezen, en in die zin blijft het toch wat te beperkend. Al begrijpen we natuurlijk dat het belangrijk is dat er een compromis aangesloten is. Het feit dat men spreekt over sensibiliseren, bewustmakingscampagnes, ook in het onderwijs op vlak van het meten van luchtkwaliteit en op vlak van die ventilatie. En eigenlijk is dat, en zo begint ook onze resolutie, toch nog wel een beetje problematisch geweest. Pedro Facon, in de morgen van 31 mei 2021, die zegt letterlijk: ik wil gerust toegeven dat we het belang van ventilatie te lang hebben onderschat. Tot nu toe is het meten en verbeteren van de luchtkwaliteit in klassen wellicht wat te vrijblijvend geweest. De onderwijsministers hebben de ondersteunende initiatieven genomen. Het debat is of die zachte aanpak nog volstaat. Ik denk dat dat een belangrijk citaat is en een belangrijk inzicht ook. Daarmee begint onze resolutie. Onze resolutie beschrijft dan het belang van ventilatie op die luchtkwaliteit, maar dat is uitgebreider en zelfs beter beschreven in de resolutie die gisteren is goedgekeurd. Ik denk dat we allemaal heel goed beseffen dat dat belangrijk is in coronatijden, die luchtkwaliteit, maar ook daarbuiten. Dat het niet alleen in coronatijden is dat binnen luchtkwaliteit essentieel is voor leerprestaties, voor welzijn, om te kunnen alert blijven, ook in de klassen. Het blijkt uit verschillende onderzoeken dat die luchtkwaliteit in onze klassen op zijn zachtst gezegd niet optimaal is. En dat is een understatement van je welste, denk ik. Want de metingen die er geweest zijn door onder andere het Vito of de SERF tonen toch wel aan dat we daar echt achterop gingen en dat heel veel klassen nog absoluut onvoldoende geventileerd zijn. Door corona is daar allicht verbetering ingekomen. Ik zeg allicht, want we weten dat niet precies. Het wordt niet exact gemonitord. Maar bevragingen die er zijn, en die misschien niet 100% wetenschappelijk zijn, maar misschien toch een indicatie geven, zoals die van TeacherTap, tonen aan dat ondanks corona, ondanks het feit dat er toch wel een groeiende bewustwording is geweest, zeker de laatste maanden, dat er toch nog heel veel klassen niet uitgerust waren met die CO2. Meter. Volgens die laatste bevraging van TeacherTap, ik heb de cijfers hier toch staan er niet in, maar in elk geval was de meerderheid van die klassen nog niet uitgerust met die CO2-meters. Er werden ook bijzonder weinig officiële gegevens bijgehouden over ventilatieplannen in klassen enzovoort.
Er was ook te weinig controle daarop. We hebben daar verschillende schriftelijke vragen over gesteld. Als het gaat over ingediende ventilatiedossiers bij renovatie en zo, zijn die ook heel erg aan de lage kant. Dus er moet daar, en dit gaat over kinderen die echt urenlang elke dag in die klas zitten, daar moeten stappen voor uitgezet worden. En wij denken, en dat is verschil met onze resolutie, en ik kan daar vrij kort over zijn, dat de tijd van vrijblijvendheid toch wel een stukje voorbij is. Dus dat sensibiliseren en ondersteunen misschien toch onvoldoende zal zijn. En vandaar de vraag in onze resolutie om van die zomervakantie gebruik te maken. Dat zijn 2 maanden. Om ervoor te zorgen dat er in elke klas een CO2-meter is. In elke klas, en we willen dat verplichten. Dat kan pedagogisch en educatief zeer nuttig zijn. Dat zal er ook voor zorgen dat men bewust is van die luchtkwaliteit op elk moment. En dat zal er dan voor zorgen dat er ook plannen uitgewerkt worden om die ventilatie te gaan optimaliseren op snellere termijn. Daar geloven wij in. Wij geloven er ook in dat dat een taak is van de Vlaamse overheid. Er zijn budgetten uitgetrokken voor handshells en extra poetsmateriaal en zo, ten bedrage van 41 miljoen euro. Zo'n CO2-meter voorzien in alle klassen, dat zou de Vlaamse overheid 5 miljoen euro kosten. Dat is geen onoverkomelijk bedrag, dat is ook echt te realiseren in die zomervakantie. Dus vandaar dit voorstel van resolutie met eigenlijk een beperkte scope, maar een heel duidelijke scope. En dat is om ervoor te zorgen dat er een CO2-meter voorzien wordt in elke klas tegen het einde van de zomervakantie. En dat daar dan ventilatieplannen aan gekoppeld worden die op langere termijn er kunnen voor zorgen dat de luchtkwaliteit in onze klassen snelle stappen beter zet op korte termijn. Voilà, collega's, dat is het eigenlijk. Dank u wel, mevrouw Meuleman, om de resolutie toe te lichten. Dan is bij deze de bespreking geopend en ik zie al heel wat tussenkomsten. En de eerste is voor meneer Broens. Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, ook voor het voorstel van resolutie. Ik denk inderdaad dat wij allemaal dezelfde zorg delen op dat vlak, hè, die hier ook opnieuw geuit wordt. Verse lucht, goede luchtkwaliteit is onmiskenbaar een conditie sine qua non om tot goede prestaties te komen in een klas. Tot kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur. Dat mag verwacht worden dat inderdaad in goede klimatologische omstandigheden kan. En corona heeft ons inderdaad met de neus op de feiten gedrukt dat dat in heel wat klaslokalen, heel wat scholen nog beter kan, zonder meer. En we verwijzen naar corona, jullie verwijzen ook naar corona. En we hebben samen een resolutie gemaakt in de ad hoc commissie rond onderwijs, rond naar aanleiding van de coronacrisis. En daar hebben we daar natuurlijk ook aandacht voor gehad. Ja, dus dat is toch wel een eerste belangrijk punt waar ik wil verwijzen, dat we samen collectief over de grenzen van oppositie en meerderheid heen gesteld hebben dat we voor de langere termijn lessen trekken uit die huidige crisis wat de schoolinfrastructuur betreft en het infrastructuurbeleid en dat de installatie van goede ventilatiesystemen daar uiteraard deel van is. Ja, dus dat was een onderdeel dat wat de lange termijn betreft in de aanbevelingen en de adviezen stonden die wij samen in die resolutie in de ad hoc commissie corona hebben afgesproken. Ook voor de korte termijn hebben we heel duidelijk gesteld dat we heel concreet aan de scholen duidelijke richtlijnen en een snelle toegang tot de aanschaf van CO2-meters, eventueel via groepsaankoop, gelet op het belang van ventilatie, verluchting, om die verspreiding van het coronavirus in de scholen te beperken. Dus ook daar heel concreet aangegeven hoe belangrijk dat wij dat vinden. Verder ook de rol van het luchtkwaliteitsplan, waar ook naar verwezen werd, dat gericht is op het verbeteren van de luchtkwaliteit in klassen, om dat verder uit te bouwen. En neem daar een sterk ventilatiedeel in op en blijf er de nodige middelen voor uittrekken. Om nogmaals aan te geven, collega, dat hier al heel wat relevante vragen gesteld zijn, die eigenlijk voor een groot stuk al de vragen in de voorliggende resolutie ondervangen. En nog meer dan, zoals gisteren ook kamerbreed gesteund, een collega verwees ernaar, inderdaad, dus de meer allesomvattende voorstel van resolutie rond luchtkwaliteit, binnenluchtkwaliteit in alle publieke gebouwen, waar natuurlijk de scholen ook toe behoren. Die vestigt toch inderdaad terecht ook daar ook de aandacht op de CO2-meters waarvoor hier ook opnieuw gepleit wordt. Maar voor ons is dat toch
Ja, als slotsom dan, we hebben de coronacommissie gehad met de nodige vragen aan de regering. We hebben gisteren de allesomvattende resolutie gehad rond de binnenluchtkwaliteit voor publieke gebouwen. Kamerbreed gedragen, met uiteraard ook aandacht voor het onderwijs daarin. De scholen zijn zeer goed geïnformeerd en ondersteund. En er is natuurlijk ook nog een controle vanuit de inspectie, die eigenlijk een verplichting van ons betreft overbodig maakt. Want die gaat natuurlijk ook in tegen het vertrouwen dat we hebben in scholen. Ook op vlak van een eigen luchtbeleidsplan, luchtbeleidskwaliteitsplan in scholen. Wat maakt dat wij toch wel kunnen concluderen dat de vragen die hier gesteld zijn, wat ons betreft, gelet op de twee voorgaande resoluties, overbodig zijn. Dankjewel, meneer Broens. Dan geef ik het woord aan mevrouw Beckers. Dankjewel, mevrouw de voorzitter. Wij zullen deze resolutie steunen, omdat wij ook gelijkaardige voorstellen hebben gedaan in die beleidsaanbevelingen die wij hadden ook overgemaakt naar aanleiding van de conclusies van de coronacommissie. Want meneer Broens, u zegt dus over de partijgrenzen heen, samen collectief. Ik wil toch blijven hameren dat wij als tweede grootste partij van Vlaanderen daarbij uitgesloten zijn geweest. En dat is iets wat mij toch nog steeds zwaar op de maag ligt. Nu dit gezegd zijnde, denk ik dat die CO2-meters in de klasse zeer nuttig kunnen zijn. Je kunt het een beetje vergelijken met ook decibelmeters, bijvoorbeeld in culturele centra, van het moment dat een alarm zou afgaan, dus dat de CO2-concentratie te hoog is of de lucht ongezond is, zal er, ik zeg niet dat dan iedereen meteen de klas moet verlaten, zoals misschien kan geschetst worden om het een beetje in het belachelijke te trekken, maar dat bijvoorbeeld dan de ramen wel meteen kunnen worden opengezet om zo de luchtkwaliteit ineens toch veel te verbeteren, want die luchtkwaliteit is van heel groot belang voor de leerprestaties. Hè. Mevrouw Genie heeft dat gisteren ook uitgelegd in plenaire. Hè. Als de luchtkwaliteit slecht is, dan word je een beetje slaperig en kun je niet concentreren. Dus los van de coronacrisis is dat heel erg belangrijk dat de luchtkwaliteit goed is. Nu, wij hebben ons gisteren onthouden op dat voorstel van resolutie betreffende die algemene. Dus die algemene resolutie, juist omdat wij vonden dat voor onderwijs de resolutie niet ver genoeg gaat. En ik wil er toch nog een keer op wijzen. Vorig schooljaar zijn heel veel van onze leerlingen, zelfs tot de 10, 11, 12-jarigen toe, geconfronteerd geweest met het dragen van een mondmasker in de klas, wat de concentratie absoluut niet ten goede komt. Het komt de concentratie niet ten goede. En ook bijvoorbeeld gemiste mimiek, zowel de mimiek van de leerlingen als de mimiek van de kinderen. En ik wil toch absoluut dat voorkomen voor volgend schooljaar, want dat is echt iets wat de kwaliteit en het welbevinden van ons onderwijs onder druk zet. En als we dit kunnen voorkomen door in de klasse die CO2-meters te zetten, dan denk ik dat dat toch wel een heel grote winst is en dat de kost daarvan dan toch in het niet valt met de resultaten die we dan zullen behalen. Dank je wel. Dank je wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Genie. Dank je wel, voorzitter. En dank ook aan de collega's voor het opstellen van deze resolutie. Uiteraard zijn wij voorstander, omdat we het belang van ventilatie en binnenluchtkwaliteit al heel lang op de politieke agenda zetten. Ja, de voordelen zijn genoemd en zijn legio, worden ook niet meer betwist. Het is goed voor de gezondheid, betere binnenluchtkwaliteit, goed voor ons welbevinden en de productiviteit en leerprestaties van onze leerlingen kunnen er alleen maar wel bij varen. Dus als we dan kijken naar de binnenluchtkwaliteit, waar ze gemeten wordt, en dat is inderdaad lang niet overal, dan is ze onder maat. En vanaf 1000 ppm per uur per persoon, ja, daalt die aandacht. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor onze leerprestaties in het onderwijs. Dus uit onderzoek blijkt ook dat een verdubbeling van het ventilatiedebiet zorgt voor 15% betere leerprestaties. Dat is waarschijnlijk de goedkoopste investering, collega's, die we kunnen doen met maximaal resultaat in ons onderwijs. Er zijn inderdaad keuzes die je maakt en die heel veel geld kosten, maar die misschien ook daarom goed zijn en kunnen overwogen worden, zoals de invoering van een maximumfactuur. Maar hier kan je heel veel winst boeken met soms beperkte ingrepen. Hè. We hebben enerzijds de natuurlijke ventilatie, het openen van ramen, deuren. In ons oud schoolpatrimonium is dat niet altijd de evidentie zelf,
Maar daar moeten we zeker op wijzen dat dat overal minimaal gebeurt. En daar heeft corona, denk ik wel, voor een bewustwording gezorgd. Maar natuurlijk komt de winter eraan en zal dat al minder evident zijn. Vandaar ook investeringen, op de oproep om te investeren in betere mechanische ventilatiesystemen, die echt dan dat ventilatiedebiet kunnen opkrikken en zo inderdaad voor die betere binnenluchtkwaliteit zorgen. En tot slot, en dat is iets wat zeker in het onderwijs moet overwogen worden, waar we er niet in slagen om via natuurlijke of mechanische ventilatie de binnenluchtkwaliteit in elke klas te verbeteren, moeten we ook scholen de mogelijkheid en de kans geven om met mobiele filtratiesystemen de binnenlucht in elke klas te optimaliseren. En de CO2-meters, waar deze resolutie vooral op focust, is natuurlijk een belangrijk instrument, maar geen zaligmakend instrument. Belangrijk omdat een CO2-meting de beste proxy is voor de kwaliteit van binnenlucht. Niet zaligmakend om alleen te weten, ja, als daar niks volgt, dan zijn we misschien nog verder van huis. Dus we hebben natuurlijk nood aan een integraal beleid, heel breed, dat sensibiliseert, meet en dus weet met die CO2-meters, zeker onze steun, monitort, dus alle gebouwen, beheerders van publieke of publiek gebruikte infrastructuur, zoals scholen, moeten inderdaad die binnenluchtkwaliteit beter monitoren dan vandaag het geval is. En dan is natuurlijk het einde van de ketting bijkomende investeringen om onze infrastructuur te verbeteren. En daar hebben we inderdaad met de resolutie die gisteren is goedgekeurd toch wel stappen gezet om in het kader van dat Vlaamse veerkracht relanceplan van de meerderheidspartijen, om daar toch heel specifiek investeringsbudgetten te voorzien binnen FOCI, binnen de sectorale investeringsprogramma's, maar ook binnen Agion met een kredietlijn voor investeringen in CO2-meters. Dus in die zin is het ook een oproep aan alle inrichtende machten om daarop in te tekenen en effectief de promotie en die aankoop van die CO2-meters om daartoe over te gaan. Dus dit is denk ik iets wat op relatief korte termijn kan gerealiseerd worden. En er zijn nog een aantal specifieke ventilatieplannen op maat van het onderwijs, waar denk ik ook de Vlaamse regering aan kan werken en haar gebouwenbeheerders kan rond sensibiliseren. En tot slot is er nog een belangrijke opdracht, denk ik, ook voor het onderwijs, om die binnenluchtkwaliteit te verbeteren. En dat zit hem in de opleiding van de technische profielen. Want je kan wel een mechanische ventilatiesysteem hebben, bijvoorbeeld, in nieuwere schoolaccommodatie. Maar als die dan niet goed onderhouden wordt of fout gebruikt wordt, dan heeft het natuurlijk ook heel weinig zin. En daar is natuurlijk opleiding en vorming essentieel. En ik denk dat het onderwijs daar ook nog zeker een rol te spelen heeft. En tot slot sluit ik me ook zeker aan bij wat collega Jeremy van Eekhout in onze resolutie die we gisteren samen hebben goedgekeurd heeft binnengebracht. En dat is het belang van zoveel mogelijk buitenactiviteiten, ook in een schoolse context, om kinderen toch niet 8 uur per dag zittend op een bankje te proberen instrueren, maar dat ook zoveel mogelijk actief te doen, omdat de kwaliteit van onze buitenlucht in bijna alle gevallen beter is dan de kwaliteit van onze binnenlucht. Dus ook de focus op buitenactiviteiten mogen we zeker niet vergeten. Dus vooruit steunt de resolutie, maar doet inderdaad een oproep om dat te kaderen in een breder beleid. En deze resolutie en de voorstellen rond CO2-meters zijn daar alvast zeker een eerste aanzet toe. Dankjewel, mevrouw Genet. En dan is het de beurt aan meneer Koer. Ja, dank u, voorzitter. Uiteraard erkent onze fractie ook het belang van optimale ventilatie en verluchting. Ik denk dat we het allemaal eens zijn dat goede luchtkwaliteit zeer belangrijk is, zowel tijdens deze pandemie als daarvoor en daarna. Daar is op zich geen discussie over. Maar deze resolutie, of dit voorstel van resolutie, gaat eigenlijk wel een beetje voorbij aan wat er allemaal is ondernomen het voorbije jaar. Er zijn heel wat middelen vrijgemaakt om de scholen te ondersteunen, coronafacturen op te vangen.
Recent heeft de minister ook voor het tweede en derde trimester daar initiatieven toe genomen, naar de scholen gecommuniceerd. En uit controles van het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten blijkt ook dat scholen deze extra middelen effectief gebruiken voor noodzakelijke investeringen in meer veiligheid. En die middelen kunnen onder andere gebruikt worden om CO2-meters aan te kopen. Het is, u verwijst naar experten, maar er zijn ook heel wat experten die zeggen dat het ook niet per se nuttig is om in elke klas een CO2-meter te hebben. Die kunnen gerust in meerdere klassen gebruikt worden. En ook de aankoop ervan wordt volop ondersteund via groepsaankopen, via sensibilisering, via het beschikbaar stellen van middelen, zoals ik daar juist al zei. Er wordt ook volop gesensibiliseerd. Er zijn ook middelen om via verkorte procedure ventilatie-ingreep te doen. En uiteraard wordt er ook structureel ingezet op goede ventilatie bij alle nieuwe en verbouwprojecten die op handen zijn. Daarnaast heb je ook het gegeven dat u spreekt van die 250 miljoen euro die voor die mechanische ventilatie dat voorstel, maar dat, en u vraagt om dat te bestuderen, maar dat is eigenlijk al bestudeerd. De experten van Agoria hebben daar al naar gekeken, ze hebben dat negatief geadviseerd. De minister is daar eerder al op ingegaan. Dus kort samengevat, de inhoud van de resolutie zelf gaat grotendeels voorbij aan wat er al ondernomen is. En daarnaast hebben we dan gisteren met z'n allen eigenlijk over grenzen van meerderheid en oppositie, quasi kamerbreed, op uitzondering van collega Bekkers en haar fractie, gisteren een brede resolutie gestemd over ventilatie, waar onderwijs een belangrijk deel van uitmaakt. Nu nog een extra resolutie over onderwijs. Lijkt een beetje te suggereren dat daar dat die sector of dat deel van de samenleving niet wil meewerken aan het probleem, wat uiteraard onterecht is. Ook een tikkeltje demagogisch, want als er nu één sector is die al het langst, of toch al zeer vroeg in de pandemie er zich van bewust was, is het juist onderwijs. Al in april vorig jaar werden er richtlijnen rond ventilatie verspreid, lang voordat ook in de pers daar op ingezet werd. Dus ik denk dat er proactief gewerkt is en dat we beter met z'n allen focussen op die resolutie van gisteren die zowel onderwijs als andere maatschappelijke sectoren de uitdagingen rond ventilatie wil aanpakken en dat we daar met z'n allen onze schouders om zetten dan nu een beetje politieke spelletjes te spelen op kap van onze scholen met nog een aparte resolutie over onderwijs. Dus wij gaan deze resolutie niet steunen. Dankjewel, meneer Koel. Dan geef ik het woord aan meneer Daan. Ja, dank u wel. Nu, wat ik echt niet begrijp, is het volgende. In onze restaurants, in onze cafés, in onze feestzalen, allerhande, daar wordt een CO2-meter wel verplicht. En onze scholen, waar elke dag tientallen kinderen per klas samenkomen, dus honderdduizenden kinderen van gans Vlaanderen, daar zeggen we, och ja, zie maar wat je doet. Dat begrijp ik echt niet. Ik zou echt aan de meerderheid willen vragen om onze resolutie toch nog eens te heroverwegen. Want ik heb heel sterk het gevoel dat hier een politiek spel wordt gespeeld op kap van onze kinderen. Jullie hebben op voorhand beslist, we gaan daar sowieso tegen stemmen. En daarna hebben jullie argumenten gezocht waarom jullie misschien tegen zouden willen zijn. Want alle argumenten die ik vandaag heb gehoord, die zouden even goed kunnen gaan in de richting van we gaan het wel verplichten, dan niet. En ik begrijp dat echt niet. Ik hoop dat het inzicht de komende maanden toch nog komt. Hè? Want ik voorspel jullie, door dit nu niet te doen, gaan we nog heel wat problemen tegenkomen in de toekomst. Jullie weten, jullie hebben het gezegd, de arbeidswetgeving. Dus ik wil het vooral doen, of wij als fractie, omwille van de gezondheid van onze kinderen, onze leerkrachten, onze directie, toetspersoneel, iedereen die in de scholen actief is. Maar er is ook een federale wetgeving die bepaalt dat de luchtkwaliteit in plekken waar je werkt, dat die goed moet zijn. En ik voorspel u, het zal niet lang meer duren of er zullen leerkrachten zijn, directieleden zijn, poetspersoneel zijn, die gaat zeggen, hier werken wij niet meer, dat kan niet, dat gaat tegen alle wetten in. En het zou toch wel bijzonder, bijzonder jammer zijn. Met goede metingen kunnen we dat voorkomen. Dus ik zou u echt willen vragen om het nog eens te heroverwegen, om desnoods amendementen in te dienen, om toch beter te doen dan wat nu voor ligt. Dankjewel, meneer Dane. Mevrouw Mulleman. Ik wil antwoorden op de opmerkingen van de collega's en samenvatten. Maar ik zie dat meneer Laremans nog wil tussenkomen. Van mij mag meneer Laremans nog eerst tussenkomen. Oké, dat is prima. Dat is een beter idee. Ja, meneer Laremans.
Ja, dank u wel, mevrouw Beuleman en mevrouw de voorzitter. Ik wou gewoon nog eventjes aanstippen, nadat ik meneer Koel gehoord had, die zegt dan, ja, maar je kunt zo'n CO2-meter wel gebruiken voor verschillende lokalen. Dus als je er eentje aankoopt per school, is het voldoende. Wel, dat wil ik dus echt wel betwisten. En wat meneer Tane daarnet gezegd heeft, snijdt natuurlijk ook hout. Nu, ik heb mezelf ook zo'n metertje aangeschaft op mijn bureau. En ik stond er toch wel van te kijken hoe snel die ppm's oplopen. Dus als ik het raam niet openzet, dan is binnen een uur, en ik zit alleen in mijn bureau, is eigenlijk de toestand te zeer verslechterd en moet ik het raam openzetten. Dus het is toch wel een wake-up op die manier, Cole, die er komt en die de mensen alert houdt. En wanneer die coronacrisis achter de rug is, gaat dat ook een blijvend effect hebben op de gezondheid. Ik vind dat daarom toch wel belangrijk dat het zou verplicht worden overal. Mijn kapper heeft mij dat ook gezegd, want ik dacht eerst, ja, wat is het nut van zo'n CO2-meter? En hij is tot een ander inzicht gekomen door die dagelijks te zien en door te beseffen van, ola, die luchtkwaliteit is hier dadelijk achteruit gegaan, ik moet veel meer mijn kapsalon verluchten. En daarover gaat het, dat men dat beseft. En als het aan de muur hangt, dan zien we, je ziet dan ofwel een groen of een geel lampje branden of rood. Dan kun je beter weten dan met de neus, hoewel die neus ook niet onbelangrijk is. Toen ik destijds in bepaalde klassen kwam waar een uur hard gewerkt was, dan dacht ik van, dit moet hier onmiddellijk open. Maar de feiten zijn dat onze neus ons daar eigenlijk een beetje bedriegt en niet fijngevoelig is. Dat las ik in een artikel van, maar ik vind het hier niet, van de morgen van 10 juni, waar men toch echt zegt van, het is echt wel nodig. Ja, onze natuurlijke sensor, de neus, laat het op dat vlak te wensen over. Pas vanaf 1800 ppm beginnen we de bijbehorende muffe geurtjes te detecteren. En zo'n toestelletje doet dat al vanaf 800 of 900. Dus het is toch wel belangrijk dat we dat overal zouden verplichten, zodanig dat de volgende jaren een evidentie wordt en dat de mensen daar veel meer rekening mee gaan houden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Laremans. En dan kan ik misschien ook best eerst het woord geven aan mevrouw Dekkers. Heel kort hoor, mevrouw de voorzitter, maar meneer Dane, wat u zegt, snijdt natuurlijk hout, maar het is natuurlijk wat wij al jaren meemaken en voorstellen indienen, waar eigenlijk andere partijen niet principieel tegen zijn, maar dan toch argumenten zoeken om er toch tegen te zijn. Dat wil ik maar even aanhalen. Dank u wel, mevrouw Dekkers. En dan geef ik het woord aan meneer Koel. Ja, heel kort hoor. Ik wou gewoon nog op collega Laremans even reageren en nuanceren. Dus ik heb helemaal niet gezegd, één per school is voldoende. Dat heb ik nergens gezegd. Ik heb willen aanstippen dat er experten zijn die zeggen dat het niet per se noodzakelijk is om er in elke klas één te hebben. Dat is natuurlijk iets helemaal anders dan te zeggen, eentje per school is voldoende voor alle klassen. Er is nog een brede weg tussen één per school en in elke klas één. Hoeveel exact, dat laat ik in het midden. Dat was eigenlijk het enige dat ik daar ter nuancering wou aanbrengen. Dankjewel, meneer Koel. En dan geef ik nu weer het woord aan mevrouw Meuleman. Ja, dank u wel aan alle collega's uit de oppositie om te steunen. Ik ben het volledig eens met mevrouw Genet dat het inderdaad niet zaligmakend is, die CO2-meters. Maar het is wel een essentieel begin om dan te kunnen werken aan die betere ventilatie, om dat bewustzijn te verhogen. Het is zoals meneer Laremans ook zei, soms denk je dat het iets voldoende geventileerd is. En als je op dat moment niet exact kan zien wat de luchtkwaliteit precies bedraagt, ja, dan heb je misschien een verkeerd gevoel. Dus alles begint bij meten en bij weten. En ik denk zeker als je de kostprijs ziet, als je ziet hoe realistisch het is, als je inderdaad ziet dat we het wel verplichten voor de horeca en voor onze kappers, maar niet op scholen waar onze kinderen dag in dag uit urenlang samen zitten, dan is dat gewoon onbegrijpelijk dat men deze stap niet wil zetten. Voor mij, ik kan daar niet bij. Het
kost 5 miljoen. Er is zoveel meer uitgegeven. Er zijn zoveel grotere bedragen voor investeringen die misschien minder zinvol zijn dan deze, omdat je hier echt mee kan gaan beginnen. En oké, het zal misschien niet lukken om dan alle klassen met de meest geavanceerde ventilatiesystemen te gaan uitrusten, maar dan kan er een plan uitgewerkt worden waarbij dat je op termijn ervoor zorgt dat er waar nodig mechanische ventilatie komt en dat je inderdaad al begint met voldoende ramen open te zetten, voldoende op natuurlijke manieren te gaan ventileren en kijkt waar je kinderen best kan laten zitten om ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt en dat die luchtkwaliteit verbetert. Dus ik vind dat er een aantal straffe dingen gezegd zijn door de meerderheid waar ik echt niet bij kan. Het gaat voorbij aan alles wat er gebeurt. Nee, dat is niet waar. De opzet van deze resolutie is heel eenvoudig. Verplicht het riedeltje van vertrouwen geven aan scholen. Ja, wij vertrouwen de horeca ook, wij vertrouwen de kappers ook, maar we willen toch wel dat er zicht is op wat er precies gebeurt en dan verplicht het. Het is simpel. Dus dat zijn helemaal geen... En dat is zo'n een dooddoener die hier absoluut niet van toepassing is. Politiek spelletje op de kap van onze scholen. Nee. Momentum is er. Het is 2 maanden vakantie. We hebben ruim de tijd om ervoor te zorgen dat iedereen zo'n type CO2-meter heeft. We hebben ruim de tijd om een plan uit te werken. Dus deze resolutie is zo logisch en een excellente aanvulling, denk ik, op de resolutie die gisteren is gestemd. Dus voilà, ik begrijp niet waarom men hier nog tegen kan. Dankjewel, mevrouw Mulleman, voor de toelichting, bijkomende toelichting. Ik denk dat bij deze de bespreking is afgerond en dat we kunnen overgaan tot de stemming. Meneer Koel. Tegen. Meneer Daniels. Tegen. Mevrouw Kekels. Tegen. Dat is een heel lief stemmetje op de achtergrond. Ik weet niet van waar het komt. Mevrouw Tavernier. Tegen. Mevrouw Bekkers. Voor. Meneer Laremans. Voor. Meneer Slagmulder. Voor. Meneer Broens. Tegen. Mevrouw Van Tromme. Tegen. Meneer De Gucht. Je had net al voort. Ja, die is... Wat dat voor? Meneer Ongena. Ook petje op, ja. Tegen. Meneer Dame. Voor. Mevrouw Meuleman. Voor. Mevrouw Genet. Voor. En ikzelf ben tegen. Dan is bij deze de resolutie. Ik ook tegen, mevrouw de voorzitter. Ja, oké. Goed. Dan is bij deze de resolutie verworpen. Collega's, dan is de agenda bijna afgehandeld. We gaan nog wel even offline voor een zeer korte regeling der werkzaamheden.